Piet Velkens, die zegt: ik vind Tycho Weiland wel een typetje voor gay porn. Hij kan daar echt carrière maken. Hallo allemaal, ik ben Koen Weiland en ik heb de afgelopen weken tijdens de groepsfase van de Champions League de korte e-sport stukjes gepresenteerd. Wedstrijd nummer 2 alweer tussen Damon en Gijs. Eerste schotje is daar. Tycho met Cavani en de goal. Ik heb hier de 10 leukste reacties geselecteerd door de geweldige online redactie van Veronica Insight. Waar beginnen we? Even kijken. Bovenaan, een week geleden, van OO, die zegt: dit is nog erger dan Heiko Westerman zien voetballen. Ja, dat is wel heel ernstig. Dan weet je hoe erg het wordt gewaardeerd. Wat is dit dan? Piet Velkens, die zegt: ik vind Tycho Weiland wel een typetje voor gay porn. Hij kan daar echt carrière maken. Ja, dat is wel echt een groot compliment, denk ik. Want dan moet je echt van goede huizen komen. Wil je daar carrière in maken, volgens mij. What the fuck? Pietje Penning zegt: echt een leuke rubriek. Deze filmpjes mogen best een paar minuten langer zijn. Het heerlijk gevoel voor sarcasme natuurlijk. Mermaid Man zegt: Koen kan er zelf niks meer van. Vandaar dat hij presenteert in plaats van speelt. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat klopt helemaal. Ik ben natuurlijk expres gaan presenteren. Omdat er tegenwoordig jongere jongens zijn die veel beter kunnen spelen dan dat ik dat tegenwoordig nog kan. Dus daar heeft hij ook volkomen gelijk in. En MT Kruijzen zegt: hier is dus gewoon over vergaderd. Ga ervan uit dat er wat flessen champagne opgingen voordat dit besluit werd genomen. Ja, hier is inderdaad over vergaderd, ja. Hier is echt goed overleg over gevoerd. Ja, je moet je voorstellen, EA heeft natuurlijk sinds dit jaar de Champions League in de game zitten. En dus vonden ze het een heel leuk idee als dan in de Champions League uitzendingen op tv een stukje van de nieuwe FIFA kwam. Dat is inderdaad, daar is heel goed over vergaderd. Ik vond het in elk geval mooi om te maken. Thanks voor jullie heerlijke reacties allemaal. Ik heb ervan genoten en vast en zeker volgend jaar een volgende editie. Dus ga er maar vast lekker weer klaar voor zitten. Het wordt fantastisch weer.